dit moment is in het Stadsmuseum van Woerden de tentoonstelling Primavera te zien. Italiaans voor de lente. Het gaat over Nederlandse kunstenaars in Italië. Italië is al eeuwenlang inspiratiebron voor kunstenaars met zijn oudheden, de oude meesters, maar vooral ook het Italiaanse landschap. Ook twee Woerdense kunstenaars hadden een voorliefde voor Italië. Leo Gestel, daar is hij weer, en Herman Swaneveld verbleven beide een periode in Italië. En daar maakten ze schilderijen, maar ook schitterende tekeningen en etsen. Naast het werk van de Woerdense kunstenaars zien we ook Isaac Israels, hier een Hendrik Jan Wolters of Cornelis Vredenburg. In de tentoonstelling Primavera zie je hoe de verschillende kunstenaars, of dat nou in de 17e eeuw of in de 20e eeuw is, allemaal hun eigen aspecten van het Italiaanse landschap vastleggen. Wilt u nou meer weten over de tentoonstelling Primavera? Kom dan op de donderdagmorgen om 10:30 naar het Stadsmuseum voor een van de gratis rondleidingen. U krijgt dan van alles te horen over Italië als inspiratiebron voor de kunstenaars, maar ook over bijzondere wetenswaardigheden en details op de schilderijen. Deze tentoonstelling is nog te zien tot en met 15 juli. Op zaterdag 30 juni kan het zomaar gebeuren dat u Manneke Pis en zijn fontein hier in Woerden aantreft. Of dat er bijvoorbeeld twee aangespoelde surfboys hier met hun surfplank doorheen komen lopen. Het kan allemaal op het Straattheaterfestival. Misschien wel het grappigste, wonderbaarlijkste festival dat Woerden rijk is. Het is in elk geval een van mijn favorieten. In de binnenstad zullen weer veel straatartiesten optreden. Zo kunt u een paar Engelse politieagenten verwachten die op geheel eigen wijze de orde komen handhaven. Lopen er weer van die grote mystieke figuren door de stad. En u moet niet raar opkijken als u een oude Citroën hier door de straat ziet dansen en vliegen. Of heeft u wel eens een haan zien piano spelen. Tja, moet ik er eigenlijk nog over zeggen. Het Straattheaterfestival, u mag het gewoon niet missen. Zaterdag 30 juni.